Merlin in Halsing, Merlin Irak ook, net als Niels. Prachtige foto. In verband met de wet op de privacy zijn de leeftijden niet ingevuld. Dat hebben we te respecteren, natuurlijk. Dat hebben we te respecteren. Nou ja, één vraag. Hoe oud was je ongeveer toen je op permissie ging in 2009? Ik blijf altijd 30. 30, dat is een mooie leeftijd. Hartstikke mooi. Als marine arts, ook een speciale rol denk ik in dat geheel. Jij, een arts gaat een eigen praktijk maken en jij ging naar Irak toe. Waarom was dat? Vertel eens. Was heel leuk. Het was veel leuker. Ik zat als dokter bij, je kent alleen de huisartsenpraktijk of het ziekenhuis. Maar er is een heel groot grijs gebied daar tussen, jongens, dat is echt veel leuker. En ik was bij de marine en ik ging varen, ik ging vliegen, ik ging wargames doen, ik deed leuke dingen allemaal, ik sprong met helikopters. En ik kwam van zee. Ja, dat hoor je. Ja, dat is echt gebeurd. Ik was drie maanden op zee geweest met mijn plunjezak op de kade en de kolonel van de gezondheidsdienst belde me, je moet nu komen. Je wordt volgende week overgeplaatst naar het korps mariniers in Doorn. Wist ik veel dat ik met de jongens op stap ging. Ik werd overgeplaatst en voordat ik het door had, zat ik als de enige vrouw tussen al die mannen, 8000 man, zat ik in Irak. Op een gevaarlijke missie, want Saddam Hussein was bezig. Ja. Er was nog niet gepakt. Nee. Maar, weet je, denk er niet over na. Okay. Er wordt gevraagd en je doet het gewoon. Ja, dankjewel. Los van die functie had ik een andere hele mooie herinnering. Okay. Wil je daar eentje van delen? Eén maar. Ik heb in het... Het mag spannend zijn. Ga je gang. Die slaan we op. Nou, dat hoeft helemaal niet. Dan gaat het. Ik heb in het huis van de Bijbelse Abraham gestaan in Ur. Het was een historisch object dat bewaakt werd door de militair vanwege zijn historische waarde. De paus had nog de week daarvoor gevraagd om het te mogen bezoeken. Hij is geweigerd. En Merlin stond midden in het huis van Abraham in Ur. Dat is een mooie herinnering. Is heel mooi. Is heel mooi. Niels, ik ga naar jou toe. Ja, je bent er heel dankbaar voor als je terugkeert naar Nederland. Het is heel opvallend. Ik heb 9 maanden in de woestijn gezeten. Echte woestijn. Het was 70 graden Celsius. 70? Ja, we gingen het kamp opzetten, er was niks. Er was geen infrastructuur. De containers met blikjes, die hielden het tot 50 graden. Ja, ja. Ja, ja. 50 graden op de kade, die sprong, alles was bedorven. Mijn infusen waren bedorven, mijn pillen, mijn antibiotica, alles was naar de knoppen. Dus wij hebben, voordat nieuwe containers konden komen, we hebben 4 maanden lang blikvoer gegeten. Nou, het is fantastisch voor je leen, dat wel. Ik kan geen blikvoer meer zien. Maar je bent ontzettend dankbaar als je terugkeert vanuit een land dat chaos heeft, oorlog heeft, bermbommen heeft, spijkerbommen heeft in de lantaarnpalen. Het moment dat je land terug, die Hercules je neerzet in Eindhoven, je komt onder escorte, kom je terug naar de kazerne, ben je blij dat je in een veilig land zit. En ik moest wennen aan de verkeersborden. Alles was netjes georganiseerd. Dat zie je dan wel pas echt de goed, supermarkt, iedereen houdt zich aan regels. Mm-hmm. En ik dacht, wow, wat ben ik blij. Ik bedoel ook al van een beetje tussen de regels door, maar was wel blij met de structuur vooral. Die er heerste in Nederland. Ja, kan me dat helemaal voorstellen. En je bent dankbaar. Ik bedoel, ik kan overal slapen op elke stoel. Ja, ja, dus je wordt heel makkelijk, je past je heel makkelijk. De eerste 3 maanden dat we op missie waren, ik ging met de vooruitgeschoven post van het Korps Mariniers, waren we zo diep undercover, want er was geen infrastructuur, er was niks opgezet. Er was geen communicatie met de buitenwereld. En het is heel bijzonder om in gevaarlijke omstandigheden te zitten met een unit jongens. Je kweekt een hele hechte sociale band en daar richt je op. En het thuisfront wist, nou ja, als je niet communiceert, als je dood bent, dan bel Den Haag met je thuisfront. Ja, het is een beetje zwarte humor, maar dat doen ze, dan weten ze dat. Ja. Maar je hebt geen notie van nieuws van de buitenwereld, niets. Toen het eenmaal op gang kwam, was het via diskettes, je mails werden uitgeprint, gecensureerd en aangeleverd en omgekeerd ook. Ja. De dokter, ik dus, had voor noodgevallen een satelliettelefoon. Dat ding doet het geweldig, midden in de woestijn, overal. Om helikopters naar binnen te halen als het nodig was. Die heb ik ook moeten gebruiken af en toe. Maar dat was communicatie. Ja. Iedereen was blij dat ik terug was. Toch maar wel, hè? Ik heb
was tweeledig. Er was een missie, een geheim erop. En ik heb medisch beroepsgeheim. Ja. Maar ik voelde me nog nooit zo onveilig in mijn eigen huis. Ik voelde me in het kamp en op missie veiliger. Het gekke was, ik was met een groep jongens en we letten allemaal op elkaar. We hadden het, ik zeg, ik rook niet, maar ik kan wel checkjes rollen. En ik sliep altijd met mijn pistool onder mijn kussen, dat moest. De dokter vecht niet, maar de dokter beschermt wel haar patiënten. Dus je wordt geleerd om te schieten, je hebt een longpistool, een dicht, een klein pistool. Ik sliep ermee onder mijn kussen altijd. En je levert het in op het moment, toen ik het vliegtuig in moest uit Irak, werd marine vliegtuig gestuurd om ons op te halen. Je levert je wapens in. Dan moet je hopen dat ze je met een mortier niet bij opstijgen de lucht uitschieten, wat gebeurde in die tijd. En ik kwam terug in de eerste avond, ik bleef maar voelen onder mijn kussen naar het wapen. En je voelt je heel naakt zonder wapen, want je denkt er is geen reden toe. Maar je bent 9 maanden heb je geslapen met een wapen onder je kussen. En dat was een onrealistisch, onveilig gevoel. En het heeft wel even, je bent alerter. Als ik in de auto zie ik ook 180 graden om me heen. Ja, het heeft mijn zintuigen verscherpt. Oké, maar waar mensen uit jouw omgeving toen je weer terugkomen, zeiden ze van hé, je bent anders geworden of je bent wijver geworden. Of is er iets wat er met je was gebeurd toen je thuis kwam? Wat andere mensen tegen jou zeiden? Zoals Erik ook zegt, ik ga weg als een jongen, ik kom terug als een man. Dat is een rijpingsproces. Is dat bij jou ook gebeurd of juist niet? Het gekke is dat omdat je zelf de hulpverlener bent, wie helpt de hulpverlener? Dus er wordt van jou verwacht dat je kunt het aan, je bent stoer. Je moet sterk zijn. Je bent sterk, je bent altijd degene. Dus ik werd ook meteen weer op een post geplaatst. Ik ging meteen ook weer op oefening. Het is niet zo dat je even kan zitten en bijkomen of je gaat gewoon door. Merlin, zou je weer gaan? Absoluut. En waarom? Ja. Weet je, ik heb er zoveel van geleerd. Mm-hmm. Ik denk dat, ik zeg altijd, als het me één ding heeft geleerd, is dat het ruggengraat heeft gekweekt. Ik ben nooit meer bang geweest voor iets, voor omstandigheden. Ik spring erin. Je moet vertrouwen op de mensen om je heen. Je hebt pistool en je kussen niet meer nodig. Sorry? Je hebt pistool en je kussen niet meer nodig. Die wel, ja. Nu niet meer, maar daar wel. Absoluut. Ik heb afgelopen 4 mei op de Dam gestaan in de era voor de koning. En ik merkte met hoeveel respect en hoeveel ceremonieel dat was omgeven. En als je daar staat, word je overspoeld met trots. Je voelt de trots van mensen ook op je. En van buitenlanders die dat ervaren. Dus naar mijn idee is het er en het wordt alleen maar groter. Ik had geweldige intellectuele ideeën erover. Maar ja. Ik leerde 1 ding bij het Korps Mariniers en dat was kort door de bocht. Dat was verstand op 0, gewoon doen, gaan en geniet ervan. En als je een probleem hebt, heb het erover met je maken.